Nu de provincie Gelderland eindelijk besloten heeft om een deel van de gevaarlijke Maas- en Waalweg te verbreden, lopen ze al meteen tegen het eerste probleem aan. Er is geen budget voor. Het plan is om de provinciale weg te verbreden tussen knooppunt Ewijk en afslag Druten. In een poging om toch geld bij elkaar te krijgen, wordt er nu gekeken naar Den Haag en naar de omliggende gemeenten. De toestemming voor uitbreiding van 2 naar 4 rijstroken met een middenberm en verkeerslichten bij het tankstation is een miljoeneninvestering en dat geld is er dus niet. Het is heel vervelend om dat te zeggen, maar het geld is er gewoon niet. Wij hebben een potje vrijgemaakt van 30 tot ja, 32 miljoen ongeveer, dacht ik, voor verkeersveiligheid. Voor het oplossen van allerlei verkeersonveilige plekken in de provincie. Ja, en als we dit zouden gaan doen, dan ben je in één keer het hele bedrag kwijt. Dus dat gaat niet. Daarom richt de provincie zich nu tot het Rijk. Nou, wij gaan lobbyen bij het Rijk om daar gewoon meer geld te krijgen. En dan gaan we kijken of we voldoende bij elkaar kunnen krijgen. Maar dat zal de toekomst uitwijzen. De provincie hoopt dat zij bij het vernieuwde ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in aanmerking komt voor een extra bijdrage. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen misschien. Ja, nou, dat weten we niet. De eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat het ministerie ook nu heeft aangegeven van het geld is weg. Er wordt veel, of is weg, maar wordt anders besteed. En met name het onderhoud krijgt veel aandacht van het Rijk. Want bijvoorbeeld allerlei allerlei gedeelten van onderhoud, bruggen enzovoorts. Dat gaat heel veel geld opslokken en men heeft dat enigszins onderschat. Dan zijn er natuurlijk ook nog geluid- en milieuaspecten waar de uitbreiding mee rekening moet houden. Op welke termijn kan de realisatie van de uitbreiding worden verwacht? Ik doe daar geen uitspraak over. Wanneer dit stuk van de Maas- en Waalweg zou worden opgelost, dan is er nog steeds het laatste stuk tweebaansweg vanaf de rotonde van Puiflijk naar de Prins Willem-Alexanderbrug. Dit gedeelte is niet meegenomen in de uitbreiding. Het eerste doel is vooral doorstroming en veiligheid, maar ik weet wat u bedoelt. Daardoor wordt het ook weer interessanter om hier langs te gaan. Daardoor zou je meer verkeersbeweging krijgen. Maar goed, eigenlijk zou je dan... Maar goed, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar zolang de Googles van deze wereld dus door aangeven dat dit de snelste weg is, ja, dan krijg je vanuit de A15 naar de A73 krijg je bijna automatisch deze route. Dus dat blijft eigenlijk zo de beste oplossing om het hele traject vierbaans te maken.